Trots? Ja, heel trots. Ja. Als je kijkt hoe de zaal heeft gereageerd, van een hele gulle lach continu, maar ook weer naar, ik zeg, een heel doodstille moment in de zaal. Volgens mij is het, ja, het een beetje stil, maar volgens mij is het ontzettend goed gelukt. Ja. Heel trots. En hoe ingewikkeld was dat project met het filmen tijdens die marathon zelf? Ja, het was gewoon ingewikkeld. Kijk, Martin van Waardenberg liep al 10 jaar, we gingen op Noordwijk met dit project rond. En ze kwamen bij ons en toen dachten we, ja, ik wil Diederik Compoot, die nog nooit een speelfilm had gemaakt, die alleen maar kennen van de meest leuke reclames, daarvoor benaderen eigenlijk. We kennen elkaar. En ik ben zo blij dat die samenwerking er is gekomen en dat ze elkaar hebben gevonden. En dat je dan, en dat straalt zo af vanuit die film. En verder was het draaien hier, laat ik zeggen, in de regio, volgens mij een groot feest. Ja, met de marathon was het natuurlijk heel bijzonder. Met heel veel camera's tegelijkertijd gewerkt. Het was ook een van de eerste draaidagen was dat. Dus jeetje, dan moet het wel allemaal meteen goed gaan. Maar het ziet er heel vet en goed uit. Ja, verder vind ik het mooi dat die film hier in Rotterdam in première is gegaan. Vindt u te begrijpen dat dat zich in 10 jaar heeft op de bank heeft gelegen? Ja, zo gaan die dingen. Vooral in de wonderwereld van de speelfilm kan je soms jarenlang met een project rondlopen. Voordat het van de grond komt. Ik ben er trots op met iWorks dat wij weer een debuterende regisseur de kans geven om een mooie film te maken. En, hij is zo met vlag en wimpel voorgeslagen. Dus heel knap. Nu was er kritiek op het script, geloof ik, vlak voor de productie werd genomen, dat het te Rotterdams was. Nou, uiteindelijk is het wel ook heel Rotterdams geworden. Is het voor de rest van Nederland ook leuk? Nee, het is zeker voor de rest van Nederland ook heel leuk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik wil ook dat iedereen ook gaan casten buiten. Laat ik zeggen, acteurs, laat ik zeggen, ook breder dan Rotterdam zouden zijn. En dat heeft hij keurig gedaan. En uiteindelijk kwam het er toch op neer dat we heel erg acteurs op zoek zouden zijn. Dat Rotterdamse accent gewoon echt geloofwaardig kon. Want anders zit je gewoon naar een acteur te kijken die denkt, we hebben een praatje zo raar. En dat heeft iedereen ontzettend aan vastgehouden. En dat zie je ook dat laat ik zeggen, zich uitbetaalt. En dat het gewoon zo werkt als een trein. Wat dat betreft is de Rotterdamse humor, je ziet het ook aan de zaal, waar ook heel veel mensen uit Amsterdam waren vanavond. En die hadden het ook naar hun zin. Ja, we hebben heel erg gelachen. Dus, het werkt.